in twee zinnen samengevat. Een goede middag hier vanuit Meerbeke, de aankomstplaats straks. En wij verwachten de aankomst behoorlijk vroeg. Dat ligt rond 4 uur al, want de renners die zijn zeer snel gestart. Gestart om 9:55 vanuit Sint-Niklaas. En u ziet dan de race naar Zelzaten. Dan begonnen ze naar het zuiden te zakken. En daar hadden ze natuurlijk de noord-noordwestenwind helemaal in de rug. En toen ging het bijzonder snel. Tijdens de eerste twee wedstrijduren werden al 88 kilometer afgelegd. We zijn 25 jaar te gast hier in Meerbeke, waar we straks de aankomst gaan meemaken van de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De eerste was niet de renner kunnen zijn die de Ronde van Vlaanderen wint in de regenboogtrui. Dat deden hem Eddy Merckx, Luc Van Looy en Louison Bobet voor. En de recordhouders met 3 overwinningen in de Ronde van Vlaanderen wel, dat zijn Achille Buysse, Fiorenzo Magni en Erik Le Mans. En dan hebben we een valpartij daar. Een valpartij, want we zitten al een eind verderop in de wedstrijd met daarmee Biagio Conte, die ik al eerder noemde. Met Dirk Baldinger daar ook. Het blijft vroeten. Het blijft wringen in die Ronde van Vlaanderen. Met een groot deelnemersveld natuurlijk. En hoewel hier zijn de wegen heel breed, daar ligt nog iemand tegen de grond. Nou, die heeft toch een aardige tik meegekregen. De ziekenwagen komt eraan. Iemand uit de casinoploeg is dat. Hij is wel bij bewustzijn. Dat is altijd al een geruststellend beeld wanneer je ziet dat die renners reageren. Dat die wat doen met hun handen. Kijk, probeert overeind te komen. Dat is toch altijd een goed teken. Maar tast naar de schouder en dat is dan weer een slecht teken. Dirk de Wolf van, ja, die beweging, dat kennen we. Een renner die naar het schoudergedeelte hier grijpt, dat, ja, is dat vaak... Is, meestal sleutelbeenbreuk, hè. Voel je dat zelf meteen? Als ja, ik denk dat wel. Ik heb het nooit niet voor gehad, Mark, maar toch dat gevoel direct. De pijn zit erin en ja, je kunt moeilijk krijgen. Dat chanteur van de casinoploeg. Voor hem eindigt daar de Ronde van Vlaanderen. Dat was in Eine, want dit zijn ook opgenomen beelden. Eine na 116 kilometer wedstrijd op 140 kilometer van de aankomst. Chanteur, die man was die wel een paar keren in de uitslagen zijn tegengekomen in de loop van de voorbije weken en maanden. Geen overwinning, maar was bijvoorbeeld 5e in Parijs-Nice, 6e in de Ronde van Valencia, waar hij leider was tot de slottijdrit en daarin zijn leiderstrui verspeelde. En zo eindigt dan die Ronde van Vlaanderen voor Pascal Chanteur in de ziekenwagen op weg naar een ziekenhuis. En dan zijn we op de Kattenberg. Nog altijd opgenomen beelden dus. 800 meter lang, kasseien. En u ziet het, dat is de tweede helling van de dag. De eerste, dat was de Ast. Tweede helling van de dag. En we hebben daar een kopgroep die is weggegaan na 84 kilometer wedstrijd. En ik geef u daar een paar namen van. Ik ga ze u niet allemaal geven. Maar een paar namen toch uit die kopgroep. Er zaten twee Belgen bij. We zien trouwens Nico Eekhout hier vooraan. Verder was daar ook nog Wim Omloop bij uit de Palmansploeg. En nog een paar bekende namen. Dietz, en dat is toch wel opvallend. Bert Dietz van de Telecomploeg. Die een van de outsiders was. Walter Godefroot zijn wij in de week misschien de man van wie ik het meest verwacht in de Ronde van Vlaanderen. Dat is dan toch opvallend, Dirk, dat hij zo vroeg in de wedstrijd al meegaat in een ontsnapping. Ja, kan natuurlijk. Het is met 18 man, Mark. En dat is toch ook redelijk veilig rijden. Want in de grote groep wordt het toch voor die bergjes veel smalle wegen die nu op komst zijn. Voor de Molenbergen, de Leebergen, Kerkgaten, de Steden. Wordt het toch meer gevrongen en getrokken. En hier in die kopgroep van 18, daar kan hij zich toch rustig laten meedrijven. Maar hij mag hier dan natuurlijk niet te veel op kop rijden. Want dat gaat veel krachten kosten. Want de groep is... niet ver weg en dat is zeker nog geen beslissen, want zo'n groep van 18 gaat men ook geen paar minuten laten nemen. Dus de maximum voorsprong die zo'n groep kan krijgen zal ongeveer een tweetal minuten zijn. Maar kom, je hebt dan toch niet te veel krachten moeten verbruiken door hier gewoon mee te glijden in deze ontsnapping. Bert Dietz, die we daar in tweede positie zagen rijden. Hij rijdt daar in het wiel van een renner uit de casinoploeg. En dat is Frédéric Pontier, een ploegmaat dus van Chanteur, die we daar net naar het ziekenhuis zagen brengen. En we gaan naar de Kattenberg nu. Of die hebben we gehad net, inderdaad. We zijn bovenop die Kattenberg. Met die kopgroep waarin verder dus nog een paar namen noemen. Utsjakov,
Savol Deli, die zeg ik er ook altijd graag bij, want die staat in mijn megabikeploeg. Dan Cipollini, Rodriguez, er waren Portugees mee. Rodriguez en Portugees. En dan de twee Belgen, dus Eekhout en Wim Omloop, die waren daar ook bij. Deze man niet, want wij zitten in het peloton. Dat merkt u, het peloton onder aanvoering van François Le Marchand uit de Gantploeg. Het peloton dus met daarin nog alle favorieten. En daarin is toch ook wel opvallend. Eigenlijk slechts twee gewezen winnaars zijn uiteraard Johan Musée en Bartoli, de laatste twee winnaars ook van deze ronde van Vlaanderen. En de voorsprong inderdaad van die kopgroep die we daarnet zagen, die werd nooit groter dan 2 minuten. U ziet hier 1 minuut en 45 seconden. Het peloton bleef attent, het peloton bleef het tempo optrekken. Het peloton liet geen marathonontsnapping weggaan, zoals bijvoorbeeld met een Jackie Durand, die hier in 1992 de overwinning meepakte na een marathonontsnapping. Nog altijd die François Le Marchand daar vooraan. Dat is een ploegmaat van Moncassin en Vasseur. Dat zijn de twee mannen uit die Gantploeg die we wel eens zouden kunnen verwachten. Vasseur die was er vorig jaar nog bij. Die plaatste zich een aanvalletje, moet ik zeggen, op de muur van Gerardsbergen. Maar toen Bartoli daar zijn registers opentrok, toen was het verhaal van Vasseur snel afgewerkt. En zo gingen we in die eerste bergzone naar de volgende hellingen allemaal toe. Die elkaar daar nogal snel opvolgden. Daarna hadden we een strook van een 30 à 40 kilometer grosso modo geschat. Waar weinig hindernissen op het parcours lagen. Dat is ook de reden waarom we dat niet in beeld brengen. Hier opgenomen beelden. Straks gaan we er rechtstreeks in de aanloop naar de Kluisberg. En van dan af gaan we tot de finale. Geen moment meer hoeven te missen van die Ronde van Vlaanderen. De groep dus van in totaal 18 renners vooraan. Ik kan u misschien alle namen eens geven voor wie dat allemaal wil bijhouden. Dat zijn dus Sproeg, de Pool uit de Mapei GB-ploeg. Dan Dietz, Stefano Casagrande, Uchakov, Andrew de Amerikaan, Debien, Savol Deli, Cipollini, Pisix, Pontier, Cengialta, Cerioli, Rodriguez, een Portugees, Nico Eekhout uit de Lotto-ploeg, Aggiano, een Italiaan, Mauro Bettin, nog een Italiaan, Galvan, dat is een Spanjaard, en dan Wim Omloop uit de Palmans-ploeg, dat waren de 18, die dus na 84 kilometer in de aanval zijn gegaan, die een maximale voorsprong hebben gehaald van zo'n 2 minuten. Achteraan zien we daar Mario Cipollini helemaal onderaan uw beeld in zijn trui van Italiaans kampioen. Er zijn er een paar die willen werken, maar veel anderen die zich gewoon zo wat laten meedrijven. Het is daar draaien en keren, u merkt het. En ook dat maakt een Ronde van Vlaanderen zo lastig. Want het is dan telkens weer, u ziet het, optrekken, recht op de trappers gaan staan om het tempo weer naar boven te krijgen. Voor een goede verstandhouding zijn ze ook met een beetje te veel, maar 18 renners draaien moeilijk rond. Beter zo met 10, 11 renners vooruitrijden. Zeker op die smalle wegen kun je beter dat tempo onderhouden. Nu zijn er te veel die zich in de kopgroep hier verschuilen. Hè. Die denken, er zullen wel een stuk of 8 rijden, zullen ons wel naar de finale eigenlijk voeren, naar de Kluisberg, naar de Quaremont. Maar dat is duidelijk, dat lukt duidelijk niet, want de voorsprong loopt niet voldoende op voor met 18 renners vooruit te rijden. Het zijn altijd praktisch dezelfde die wij op kop zien rijden. Dat klopt inderdaad. U ziet daar nog eens de namen van de renners die daar vooraan zijn. Alleen die Fontanelli, die is er volgens ons niet bij. Wel Sproeg, Dietz, Casagrande en er zijn nog een paar namen, denk ik, die niet helemaal overeenstemmen met de namen die wij hier bij de aankomst genoteerd hebben. Maar hoe dan ook, niet zo belangrijk, want op die Bert Dietz na is er eigenlijk geen enkele renner in deze kopgroep, ook geen Cipollini, die we hier straks in de finale nog verwachten.
En u ziet het, de zon is van de partij. Het was wel fris tot koud zelfs vanmorgen voor de start. Maar nu zo rond de middag is het kwik wat beginnen klimmen. En nu is het toch een lekker lenteweertje. Maar voor wie echt houdt van de Ronde van Vlaanderen, ja, de wind die is er wel, maar de regen niet. Nu weet de Ronde van Vlaanderen, wat is dat in essentie? Dat zijn korte kasseistroken, dat zijn korte nijdige hellingen, dat is wind en dat is regen. Dat zijn de vier ingrediënten van het succesverhaal van deze Ronde van Vlaanderen dat begonnen is in 1913. En we zijn daar op een van die kasseistroken, Kerkgaten, een prachtige kasseistrook. In Mater is dat. We gaan trouwens rond de kerk van Mater draaien straks met de kopgroep. 3 kilometer kasseien. En het zijn op al die stroken dat stilaan de krachten wegvlieden. Eerst natuurlijk bij de minst getalenteerden. Of degenen die nog het verst van hun topvorm verwijderd zijn. Zodat door deze schifting uiteindelijk nog alleen de allersterkste overblijven in de finale. En daarom, om dit koersverhaal ook mogelijk te maken, hebben de organisatoren voor een deel hun parcours hertekend. U ziet daar een deel van het parcours vanaf Waregem met dus de Haaste Kattenberg, de Leeberg en tenslotte de Molenberg. Dat is de strook die wij in uitgesteld relais op dit moment aan het tonen zijn, dames en heren. Daarin onder meer dus die Kerkgaten, die komt na 126 kilometer wedstrijd. Dat is bijna halfweg, want dan blijven er nog 130 kilometer te rijden. Dan krijgen we nog de kasseien van de Haaghoek. Dan gaan we stilaan naar de Leeberg toe. En dan over een kilometer of 12, dan krijgen we de Molenberg. En daar gaan we dan het opgenomen gedeelte definitief afsluiten om rechtstreeks in te pikken in de Ronde van Vlaanderen. Terwijl we hier dus Wim Omloop vooraan hebben. Die heeft daar nog een fietspad gevonden of iets dat daar moet voor doorgaan. En andere renners proberen dat ook. Maar het is gevaarlijk natuurlijk als je daar op de kassei bent. Je wil er opwippen. Bereken je die wip niet helemaal juist. Dan ga je tegen de boordstenen aan en lig je voor je twee tegen de kassei. Het is daar iets comfortabeler rijden, hoewel. Je moet daar ook geweldig uitkijken natuurlijk. Want ook dat is de Ronde van Vlaanderen, Dirk. Dat is eigenlijk zes uur of 6,5 uur zeer geconcentreerd blijven. Ja, alleszins. Dus op zo'n wegertje en ook op die fietsbaan. Er staan veel toeschouwers langs de kant. Zoals die renners daar nu op het beeld links achter die toeschouwers. Dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Maar het bolt daar veel beter. Ik ken dat stuk goed. Nu is dat er ook. Dat voetpad is daar gelijk. Vroeger was het zo'n aardebaantje met een beetje grafieken en al op. Dus. Dat is daar zeker een lastig stuk. Dat lag vroeger ook later in de wedstrijd. Nu ligt dat natuurlijk heel vroeg. En in het peloton wordt het niet echt zo nerveus gereden als vroeger, zoals voor naar de Quaremont. En verder in de wedstrijd gaat dat wel komen. Dus als wij naar de Kluis en naar de Quaremont komen, dus voor echt de finale in te gaan. Maar de groten houden zich nu zoals een beetje afzijdig. Dat zie je duidelijk, dat er weinig mappe-renners dus vooraan in de wedstrijd zitten. Die weten. Het is geen probleem, we hebben in ieder geval Staffy die controleert hier. Ze hebben dan een renner mee en Johan houdt zich dus goed vooraan schuil. Zeker voor geen valpartijen al te hebben. Dus het is eigenlijk 6 uur en een beetje geconcentreerd vooraan fietsen. Ze hebben één groot voordeel dat de weersomstandigheden mee zitten. Want moest het een dag zoals gisteren zijn met regen en al, dan is de Ronde van Vlaanderen eigenlijk mentaal nog veel zwaarder. Fysisch ook, omdat dan nog meer moet uitgekeken worden. Als je dan echt 20ste of 30ste op elke helling opdraait, dan moet je te veel krachten verbruiken. Maar dus nu kan dat gemakkelijk rechtgezet worden, omdat de wegen droog liggen. Je kunt gemakkelijker rechts of links op een paadje passeren. En, de weersomstandigheden zijn eigenlijk voor de renners uit het zuiden iets geschikter. En we zagen daar Alex Sulle ook mee vooraan in het peloton. Ook die zal blij zijn, want die draagt daar ook nog eens een bril. Dat is nog eens een groter probleem als het dan zo'n slecht weer is. Modderspatten op de bril, op de duur zie je bijna niks meer. Je weet dat motocrossers daarvoor zo'n film dragen in verschillende lagen. En dan kunnen ze telkens zo'n blaadje wegtrekken wanneer de bril bijna ondoorzichtbaar is geworden. Ja, hier links heeft men nog altijd dat paadje, dus hier is nog het voetpad niet aangelegd, of het fietspad. En hier heeft men nog dat paadje, want dat loopt op het beeld
moeilijk in te schatten, maar daar gaat het serieus bergop. Hè. Dus die stenen van Kerkgaten richting Volkegem. Dus een serieuze, zware strook. Zeker als de wind daar een beetje schuins op de kop komt. Maar het gaat vlot. Je ziet weinig gelost in die kopgroep van 17 nu nog. Want daar was één renner die moeten lossen heeft op de stenen van Wanegem-Leden, geloof ik. Dat klopt, dat was Aggiano, de Italiaan. En daarachteraan al dat peloton. Hè. Dus zij hebben ze binnen de minuut dan al, dus nog voordat wij echt aan de Molenbergen al komen, had het peloton echt alles onder controle. Het is een nerveuze wedstrijd, dat is duidelijk. Want inderdaad, door die vroege kassei van Wanegem-Leden al, Johan Musset vertelde dat onder meer, vroeger kon je daar in de bevoorrading van Waregem nog rustig je etenzakje aannemen en wat eten, maar je wist daar nu al dat je moest mee vooraan zitten. En het is een nerveuze wedstrijd, dat merk je meteen en dat belooft voor de finale. En je ziet de renners voortdurend op zoek naar waar het nu het best bereidbaar is, links of rechts. Voor sommigen is er geen plaats meer, niet in de herberg, maar op het paadje. En dat is zo iemand die goed op de kassei rijdt, Dirk. Dat zie je meteen. Ja, zo greedy. Die zit daar goed op. Kijk, de handen boven op het stuur, pseudo ontspannen. En de armen gebruiken als een soort schokdemper. Doe je dat niet en zit je daar verkrampt op en hou je dat stuur vast, dan... Ja, 's avonds vallen je armen ongeveer van je lichaam. Ja, dat gaat ook niet vooruit. Hè. Je drukt eigenlijk meer op je vork dan dat je ze laat soepel. Eigenlijk. Je voorwielen is het belangrijkste op de stenen eigenlijk. Zoals je duidelijk hier ziet, hij werkt goed met zijn handen. Dus dat is hier Brian Holm die het kloofje dichtrijdt op O'Grady. Die kan dat ook, op kassei rijden, Holm. En heel veel volk langs de weg. Verschrikkelijk veel volk, maar het is dan ook goed weer. Het is eigenlijk een beetje minder goed voor ons, zal ik zeggen, voor de televisie. Want dan zijn er minder mensen die voor hun tv-scherm zitten. Ja, maar daar hebben we alle begrip voor. Gisteren gehoopt, heel slecht weer gisteren ook. Ik zeg morgen... gaan wij een ouderwetse ronde van Vlaanderen krijgen. Maar kom, ik denk, het is toch aan de renners voor de wedstrijd te maken. En dat kan ook natuurlijk in goede weersomstandigheden. De pech wordt ook veel minder, ook voor de topfavorieten. Al in goed weer kun je toch niet zo snel lekvallen of valpartijen hebben. Buiten die paar die er geweest zijn tot nu toe, is het eigenlijk een vrij natuurlijke ronde van Vlaanderen tot nu toe. En de snelheid die gaat toch ook wel doorwegen in de finale. Hè? Want kijk, en nu begrijp je als je daar achteraan hangt hoeveel energie je verbruikt eigenlijk door telkens moeten terug te komen. Hè? Voorbij die bochten die je weer op gang trekken telkens. Dat peloton dat dus elke keer uiteenvalt wanneer er zo'n kasseistrook geweest is. Een lekke band voor Debian die dus vooraan in het peloton zit. Vooraan in de kopgroep dan, bedoel ik, koppeleton. 18 man aanvankelijk, 17 later toen die Italiaan Aggiano was weggevallen op de kassei van Wanegem-Leden. Duidelijk een man die het niet gewend is op zo'n kassei te rijden. Het zijn dan ook ouderwets slechte kasseien, mag je gerust zeggen. En dan zitten we nu op de grote steenweg naar Zottegem toe. Hè? Ja, richting Leeberg. We krijgen ook nog de Haaghoek. Hè? Haaghoek, dus die kassei. Een kassei van ongeveer een kilometer, 500 meter voor de Leeberg. Die vroeger allemaal in de finale lagen, maar dus juist voor de Berendries en allemaal. Dus nu met dat hertekenparcours moeten wij ons toch terug een beetje oriënteren. Ik heb hem een tiental keren gereden en nu moet ik toch... goed kijken waar we ons steeds bevinden. Het zijn allemaal wegen die ik zeer goed ken, maar de oriëntatie is anders dan andere jaren, zou ik zeggen. Dat klopt. Hier hebben we Johan Musset dus in het peloton. Met Rolf Seurensen hier vooraan, verliest hij ook niet uit het oog. Die zat vanmorgen niet in onze samenvatting, of daar straks niet in onze samenvatting van voor de start, omdat hij heel, heel laat ging tekenen. Maar de winnaar van de slottijdrit uit de Driedaagse van de Pannen, Kokzijde, is ook een man die je hier vooraan mag verwachten. Vorig jaar had hij pech en moest toen heel lang op een andere wiel wachten. Ja, en dan kan je het vergeten. We zitten weer vooraan met Bert Dietz. Ja, die naar mijn smaak toch iets te veel werk doet als hij straks in de finale nog een rol van betekenis wil spelen.
Ja, dus ik heb op het tv-scherm die dus vanaf dat de uitzending begonnen is van op de stenen kunnen zien dat heeft iets te veel op kop gereden. Dus kon zich gemakkelijk laten meedrijven hier in dat groepje ongeveer in 10e, 15e positie. En dat heeft hij wat verwaarloosd en ik denk dat hij die krachten meer als nodig zou gehad hebben in de finale. En ik denk niet dat wij nog de echte goede deeds aan het werk gaan zien voorbij de Quaremont en al. Dat is hier Jaime Hernandez, de Spanjaard. Oef. Hij was hem kwijt. Dat was niet helemaal volgens het boekje. Dus terugkomen. Wat werken. En gas geven. Vooral dat. Ja. Rijdt duidelijk gemakkelijk naar de groep terug naartoe. Het is een serieus probleem natuurlijk. Aan dat zadel, dat duurt wel even. Nee, dat helemaal goed is hersteld. Voilà. En dan misschien nog eens gaan. Nee, het hoeft niet meer. Dat zijn de trucken van de oud-strijders natuurlijk. Zo'n mechanicien spoorconducteur weet dat wel als een renner in de problemen komt. Dan is er meestal iets aan het zadel. Of achteraan aan de kroontjes. Dat is ook altijd erg gemakkelijk, want dan moet de renner zich ook vasthouden. Anders kan je daar niks aan doen. Kan je die niet bijstaan. Maar het wordt een vluchtkoers vandaag, Dirk. Dat ja, is duidelijk. Duidelijk. Dus even de eerste twee uren zeker. Dan hebben ze de wind dus praktisch in het voordeel gehad. En ik zie nu ook aan de aankomst dat de wind niet echt heel strak is. Dus dat hij een klein beetje gaat liggen is tegen vanmiddag. En dat is allemaal natuurlijk in het voordeel van de renners. Maar niet echt in het voordeel van zo'n renners zoals krachtpatsers, zoals een Bartoli, een Busseeuw, een Schmil, die het toch meer in moeten hebben van weersomstandigheden en veel wind, al dat ze de wedstrijd kunnen lastig maken. Anders kun je altijd nog, ja, zo'n Erik Zabel moet je toch kwijt geraken en al. Maar natuurlijk, die opeenvolging van Ellingen is toch je probleem. Op de kasseien daar in Segelsem, dat is de Haaghoek dus. Ja, want anders zorgt eigenlijk het weer voor een schifting. En nu moeten de renners zelf de schifting doorvoeren. De beteren, zeg maar. Anders steekt de natuur een handje toe. Je zag hoe mooi hoe het gras daar plat gedrukt werd door de kracht van de helikopter. Die we daar rechtsbovenaan in beeld zien. Steeds Pontier die de leiding heeft en die een klein kloofje slaagt met een paar renners. We zagen daar ook een drinkbus wegvliegen, denk ik, vanuit de Houder. En zo is in de week die zware valpartij gebeurd in de afzink van de Kemmelberg. Met onder meer daarbij dus Gerrit de Vries en Hendrik Redant. Misschien is Redant wel aan het kijken in het ziekenhuis. Dan wensen wij hem het allerbeste en een goed herstel. Een spijtig einde voor zijn carrière. Normaal ging hij eind deze maand stoppen als renner om dan adjunct sportdirecteur te worden bij zijn ploeg. Maar het noodlot heeft er anders over beslist. Heeft vaak pech gehad. Deze Hendrik Redant. Maar zeker van, hij komt er ook nu weer bovenop. En over enkele weken komen we hem weer opnieuw tegen. Het zal ook even wennen zijn voor ons om hem niet meer als renner aan het werk te zien. Hendrik, het gaat je verder goed en het allerbeste. In naam van alle commentatoren hier op onze Eurovisietribune. De kasseien van de Haaghoek dus in Segelsem. De favorieten die hebben zich tot nog toe weinig of niet getoond. Die zitten nog allemaal in het peloton bijeen. En u ziet, de kopgroep is uiteengeblazen. En het is de Portugees Rodriguez die aan de leiding fietst van die kopgroep. De stenen. Misschien heeft hij nog wel Vlaamse voorouders. Want een Portugees die zo goed rijdt op die kasseien. Dat hebben we nog maar zelden gemerkt. Nu. De Leeberg. De Leeberg, de derde helling na 133 kilometer wedstrijd en op 123 kilometer van de finish. Zijn dus over half wedstrijd. En dan hebben we de Molenberg en dan gaan we rechtstreeks inpikken in de Ronde van Vlaanderen. De Leeberg, u ziet het daar, 900 meter lang. Bijna 5% gemiddeld en een steilste stukje van 11%. Maar voor profs tegenwoordig is dat ja, een molshoopje. Ja, zeker. Als we kijken, duidelijk buitenblad.
schakelt men niet veel meer voor het buitenblad. Dat is normaal in de Ronde van Vlaanderen 53. De meeste gebruiken dan ook kroontjes van 11 naar 21. Zoals ik vanmorgen bij de meeste ploegen kunnen zien heb. Dus met die 9 versnellingen nu achteraan is er geen probleem meer voor alle versnellingen. Dus voor zowel de 17 als de 19 en al te hebben. Dus ideaal ook voor Kloosterstraat en dan zeker de muur misschien wel 21 te gebruiken. Voorblad 41-42 bij de meeste renners. Dus de techniek gaat er altijd maar op vooruit. Dus 9 kronen achteraan. Zoals men vroeger zei, dus 18 versnellingen hier. En wissel door Pauwels, die zijn wiel afgaf. Pech dus voor Karel Pauwels. Goed gereden in de driedaagse van de Pannekoekzijde. De ultieme aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. En hier Bart Leijzen, die de groep op sleeptouw neemt. Met 2 renners van de Rabobank in zijn wiel. Ja, het peloton geeft deze vlucht geen vrijgeleide, Dirk. Nee, ook te veel renners. Dus ook maar 1 renner van MAPGB mee is proeg. Dus niet voldoende. Dat was te denken dat ze die geen vrijgeleide kunnen geven. Want er zijn toch altijd goede renners. Zoals een Cipollini, zoals Cengi Alta en Dietz. Toch goede renners zijn. En als je dat begint 4-5 minuten te geven, dan komt er dat relatief vlak stuk na de Molenberg dus tot voor de Kluisberg te gaan. En dan kun je in die 30 kilometer moet je echt al beginnen ploegmaats optofferen. En dat zal spijtig zijn voor achter de Quaremont eigenlijk renners. Zoals bijvoorbeeld in het Mappe-team een Carlo Bomans of een Wilfried Peters. Om die jongens daar al kwijt te zijn. Dat weet Lefijver ook. En dus hebben gezegd dat er echt geen snelheid was in het peloton. Zijn zij wel het heft in handen genomen, maar dus daar de gantploeg niet echt iemand mee had in die kopgroep, hebben zij steeds goed tempo gehad op hellingen zoals op de Kattenberg, op de Ast. Dus dan is de kloof nooit niet groter geworden dan 2 minuten en zijn ze altijd in het vizier gebleven, deze 17 of 18 renners. En Laurent Debien, die is weer wat voorop gaan rijden. 2 mannen van de Cofidis-ploeg mee, de Amerikaan Andrew en de Fransman Laurent Debien. Kleine aftekening, nog een man of 4 en dan verderop de rest van het groepje. Daar zit onder meer Pontier bij, Ouchakov ook en dan gaan we naar Debien toe. Laurent Debien. En dan gaan we zo dadelijk, terwijl u daar een overzicht van de 25 ploegen krijgt, die hier aan de start gekomen zijn van deze Ronde van Vlaanderen, gaan wij zo dadelijk kijken naar de beklimming van de Molenberg. Daar gaan we nu naartoe. De beklimming van de Molenberg. U weet, van op deze straat rijden straks rechtsop. Het is een korte bocht en meteen omhoog op de kasseien. Maar ze liggen droog, dat scheelt hem al wat. Voilà, dat is de grafiek van die Molenberg, de vierde helling. Stijl stuk van 18% in. Dus ongeveer een 150 meter voorbij de bocht nu rechts. Is het echt stijl. Liggen ook eigenlijk slecht die stenen. Het achterwiel van Eekhout ging nog een beetje weg. Eekhout die daar inderdaad aan de leiding rijdt. Met daarachter nu Debien. En daar hebben ze wat problemen. Cengelta en omloop die in elkaar gehaakt zijn. En die moeilijk wegraken natuurlijk. Daar, voilà. Die motor zit al een beetje in de weg. Stijl stuk ook al. Ja, als je geen duwtje krijgt, dan raak je er niet uit. Vooraan. En Dietz komt daar toch weer werken. Ja, Dietz, Eekhout, Ouchakov. En ook op die Molenberg een massa volk. Hè. Enorm veel volk, inderdaad. Dat is zeker een van de vaststellingen die we al kunnen doen.
En het blijft bijzonder snel gaan. We horen uit de wedstrijd dat renners al over de Kluisberg zijn. Dat gaan we zo dadelijk allemaal kunnen meemaken. De Kluisberg dus niet meer, maar dan op weg naar de Knokteberg. En hier dat peloton aan de voet van de Molenberg. U ziet wat dat betekent. Die moeten daar plotseling in een flessenhals terechtkomen. En dus zijn er nogal wat renners die daar bijna te voet moeten aan beginnen. En dan zijn we rechtstreeks in de wedstrijd. Zo te zien een peloton dat wat verbrokkeld is. En als wij contact hebben met Michel Wuits, dan kan hij ons al misschien wat vertellen. Mocht dat contact er niet zijn, dan doen we dat straks. Ja. Ja, Michel, ik hoor jou. Ja, Mark, inderdaad. Wij zijn op weg naar de Côte de Trieux, of zoals je zelf al aangaf, de Knokteberg. De Trieux heeft inderdaad ook een Vlaams klinkende naam. En de wedstrijd die is aan het openbarsten en dat mag ook, want voorlopig heeft de parcoursvertekening niet veel de weg gebracht. Nog veel renners samen, maar de wind begint nu stilaan het nadeel te spelen en dan komt er toch wel wat verbrokkeling. Toch nog even meegeven dat we een bijzonder leuk moment meegemaakt hebben op de Molenberg, waar Museum ging aanvallen samen met Wilfried Peters. Ze kregen Bartoli mee, ze kregen Van Petegem mee, ze kregen ook Von Driest mee. Ze reden in één ruk naar voren naar Dietz en Co. En kwamen zo dus aan de leiding met een vrij belangrijke groep. Maar op dat ogenblik viel Peters plat, was de futter een beetje uit en was het Schmil vooral die het peloton terugbracht. Daarachter komt nu de rest en het zijn de mannen van Lotto die werken. Ik denk dat het Ludwig Willems is die zich naar voren trekt, die sleurt tegen de wind in naar de Knokteberg. Het is hard werken hier, er komt een kleine opening, het peloton wacht af. We hebben ook al een kleine reactie gezien, een tegenreactie eigenlijk van Jalabert met Melchior Mauri en ploegmaat Enschmil die heel even in de aanval gingen nadat Museum weer gegrepen was. Maar we mogen dus samenvatten dat het nieuwe parcours niet gegeven heeft voorlopig toch wat ervan verwacht werd. En dat vooral door de lange strook van 30, 35 kilometer door de Zwalmstreek. Brede wegen waar het peloton zicht had op de zaak en alles weer samenkwam. Misschien moet het nu allemaal gaan gebeuren en wordt het weer zoals vroeger de vaste afspraak met de oude Quaremont. En wij zijn hier vooraan met die kopgroep waar we zelfs oude getrouwe Claudio Chiappucci hebben gezien. Het peloton wat verbrokkeld, u ziet het, groepjes en nog eens groepjes die dan proberen bij elkaar te klitten en een wat steviger groep te maken. Twee mannen van de Rabobank die daar ook wat proberen. André Schmil hier. Die zit erbij met Mark Wouters ook. En die is goed aan het rijden, Mark Wouters. Bart Leijzen daar in tweede positie. Dan is dat Chiappucci vooraan, hier Wouters in Konnichev. Konnichev zagen we op de achtergrond daar, dat is de winnaar van de Grote Prijs van Wallonië vorige maandag. Hier hebben we met het nummer 103 ook Tristan Hofman gezien. Maar we krijgen opnieuw een hergroepering. Ook Jo Plankar zat vooraan met het nummer 175.